Een derde issue of probleem dat we merken binnen Canva, en ja, eigenlijk is dat niet zo'n issue, maar het is heel logisch. Het doelpubliek van Canva of de gebruikers van Canva, dat zijn heel vaak mensen zonder een grafische scholing. Ik verwees daar ook al naar in de vorige video, waar we het hadden over on-brand graphics maken. Um, maar deze keer heb ik het echt wel over het esthetische aspect. Nu, zelf als grafisch vormgever heb ik een aantal jaar opleiding daarvoor gevolgd. En de mensen die vandaag mij kan van de slag gaan, of dat... Ja, als tool in hun arsenaal krijgen. Die hebben niet altijd de tijd om dat te gaan uh, bijscholen of nog vier jaar te gaan studeren, laten we zeggen. Nu, mijn aantal trucjes komen al heel ver, natuurlijk. En daarom heb ik een aantal concrete grafische tips voor jullie verzameld die je kunt gaan toepassen in uw design. Eigenlijk designprincipes die we allemaal kunnen toepassen in ons graphic design. Een eerste. Uh, voorbeeld daarvan of een eerste principe is contrast en contrast dat vinden we op verschillende plaatsen eigenlijk terug contrast dat heeft te maken met kleur. De meeste mensen gaan aan kleur denken als we het hebben over contrast, maar ook grote size van bepaalde elementen en ook um, in typografie vinden we het principe van contrast terug. Zorg dus voor voldoende contrast in uw kleurgebruik. Zorg dat kleuren niet altijd te hard op elkaar lijken of pas toch een aantal kleurprincipes toe. En ook bij typografie mag er al een keer een titel uitknallen, want dat zorgt ervoor dat tekst Leesbaarder wordt dankzij dat contrast. Tweede heel belangrijk aspect waar dat vaak tegen gezondigd wordt en eigenlijk heel simpel op te lossen is, dat is uitleiding. We zien hier twee Um, posts eigenlijk naast elkaar staan. De linkerpost is de slechte, waarin de elementen helemaal niet uitgelijnd zijn. New Collection staat rechts op de post. Designer Furniture links en lijkt ook links uitgelijnd te zijn. En de tekst daaronder die staat gecentreerd eigenlijk op zichzelf. En um, de button die is ook helemaal niet mooi uitgeleind. Als je die dingen gewoon al op één lijn zet, zoals dat we in het Correcte voorbeeld daarnaast zien, dan zorgen we ervoor dat we eigenlijk een veel rustiger um, gegeven hebben, een veel rustiger geheel, wat dat veel aangenamer is om te lezen, natuurlijk. Dus let altijd op die uitleiding, lijnt de dingen ook doelbewust uit op elkaar, want daarmee zorgen we voor rust en ook een lijn of een leesrichting voor onze uh, lezer of toeschouwer. Nabijheid is een derde aspect waar we op moeten gaan letten. Wat bedoelen we met nabijheid? We willen ervoor zorgen dat dingen samenhoren bij elkaar, die ja, door ze correct te gaan plaatsen. Als we hier opnieuw kijken naar het linkse voorbeeld, we zien een titeltje, een stukje tekst daarbij en een icoon. En die staan eigenlijk zo wat fout ten opzichte van elkaar. We zien dat bijvoorbeeld um, de beschrijving they speak positively en het woord stay daaronder, die lijken visueel samen te horen, terwijl dat stay eigenlijk de titel is van het volgende alineaatje. Dus gewoon heel simpelweg door ervoor te zorgen dat de juiste elementen samen staan binnen uw Visual, ga je zorgen voor weer een veel duidelijker, leesbaarder geheel. Dus let op die nabijheid van uw elementen. Volgende aspect is hiërarchie. Hiërarchie is ook een heel belangrijk onderdeel van grafische vormgeving. Ah. Um, bij hiërarchie gaan we ervoor zorgen dat dingen hapklaar verorberd kunnen worden, laten we zeggen. Dus we zien hier ook weer gewoon een stukje tekst. Heel sec vormgegeven als uh, een simpel body of brotext, zoals dat we dat zeggen. Maar door simpelweg al een paar titeltjes daartussenin uh, toe te voegen, daar um, wat verschil in contrast, in typografie te gaan voorzien, zorgen we ervoor dat er eigenlijk hiërarchie ontstaat. En dat helpt ook weer bij de vlotte leesbaarheid van die content, om het zo te zeggen. Een volgend aspect is witruimte. Bij witruimte, ja, dat is een waar ik toch vaak zelf zie dat er tegen gezondigd wordt. Uh, bij witruimte moeten we zorgen dat ons, onze tekst en onze onderwerpen dat die kunnen ademen. Ga zorgen voor voldoende afstand van uw paginaranden bijvoorbeeld, de marge noemen we dat, maar ook intern tussen tekstonderdelen bijvoorbeeld, hier bij de titel en de bodytekst, zorgt dat daar witruimte tussen is voor meer rust te gaan creëren, want anders wordt een post veel te druk en mensen hebben dan weinig zin om dat eigenlijk te gaan lezen. Next up is kleur. Een van mijn zwakke plekken, laten we zeggen, in grafische vormgeving. Ik ben er altijd eerlijk, uh, eerlijk in. Um, kleur is een heel belangrijk. Middel in grafische vormgeving. Nu, veel mensen moeten binnen een bepaalde huisstijl werken, maar kleuren die hebben intrinsieke eigenschappen. En u zo een beetje bijstuderen of uw eigen een beetje bijschool over kleurenleer, dat kan altijd wel een keer interessant zijn, um, want kleuren die dragen eigenlijk dingen mee. We weten allemaal dat rood bijvoorbeeld kleur is van uh, de passie, maar ook van gevaar, bijvoorbeeld. Dat is ook een agressieve kleur, terwijl dat geel en oranje. Kan je zo meer positiviteit en creativiteit gaan uitstralen. Heel veel banken gaan bijvoorbeeld met blauw gaan werken. Waarom blauw? Omdat blauw meer vertrouwen gaat gaan inboezemen bij de kijker. Dus kleur, heel belangrijk onderdeel. Kies daar uw kleuren goed. Er zijn heel wat kleurentools beschikbaar. Ook Canva heeft er zo enkele die zij voorzien. Um, via de website van Canva zelf. En dat kunnen ook in onze opleidingen komen ontdekken, natuurlijk. En dan, last but not least, typografie. Typografie, keuze van een goed lettertype is enorm belangrijk en ik heb daarvoor een heel mooi voorbeeldje hier gemaakt um, moesten we dit in de bus krijgen van een geliefde van ons dan zouden we toch wel twee keer nadenken of dat we met die geliefde de relatie verder willen zetten denk ik, dus een gepast keuze van lettertippen, gelukkig is die keuze heel vaak al gemaakt voor uw eigen brand, maar ook daar weer ik kreeg maar liefst um, twee uur per week les over typografie um, op de hogeschool um, valt heel wat over te zeggen dus ook daar u een beetje bij scholen kan wel nuttig zijn, maar in eerste lijn kies dus de gepaste lettertippes met het juiste karakter voor uh, uw doeleinden, natuurlijk. En dat zijn een aantal korte, concrete tips om betere graphics te gaan maken. Wil je daarover meer weten, dan zijn je natuurlijk altijd welkom in een van onze opleidingen.